Goedenavond, welkom in het eenzame Hartenbureau. Zijn naam had eigenlijk in de Vlaamse kanon moeten staan. Hij is tegenwoordig niet zo vaak te zien op televisie, staat niet meer in het hele complete centrum van de mediabelangstelling, maar toch, iedereen kent hem. Kid Coco, en vanavond gaat hij antwoorden op al mijn vragen rond seks en de dood. Kid Coco, welkom. Had ik dat geweten? Nee. Ja. Je kunt nog. Ik kan nog vluchten. Ja. Hoe spreek ik jou aan? Kid Coco of Coco Junior? De meeste mensen zeggen Coco. En die Kid Coco. Of die daarvoor of achtervoegsel, ja. Dat was gewoon voor Sabam om mijn nummers te kunnen aangeven. Het geeft me wat een vreemd gevoel om jou met Coco te moeten. Maar zeg dan maar Mark ook, of zeg meneer, maakt niet uit. Zeg Coco. Ik zeg het andere omstandigheden, Coco. Maar goed, ja, ik had mij indeeld. Ja. Maar dat, zo is, ik vraag me af dat u zich kunt indeelen. Zo ben ik ook aan mijn naam geraakt, eigenlijk. Hoezo? Wat is nu een bijvraag? Mijn belangrijkste lichaamsdeel kreeg nogal veel aandacht. Ah, ja. Het is een familieprogramma wel, dit. Oh, het is ermee dat ik onder bedekte termen blijf. Ja. Goed, we gaan aan de eerste vraag beginnen. Mm-hmm. Albert Einstein, door iedereen gekend, die relativiteitstheorie uitvond. En Sigmund Freud, toch de vader van de psychologie. Mm-hmm. De man die voor het eerst bedacht dat praten over je gevoelens tot genezing zou kunnen leiden. Dus toch wel een belangrijk mens geweest. Mm-hmm. Die schreven naar elkaar en die kwamen in 1933 in een brief tot het besluit dat de mensen veel te veel bezig zijn met prestige en geld. Mm-hmm. En dat dit in die mate is dat dat wel een keer tot de vernietiging van de mensen zou kunnen leiden. Dat is een zware uitdrukking van die beide heren. Ik zet u nu naast Einstein en Freud. Een goed gezelschap. En wat denkt u, wat denkt Coco daarover? Heel toevallig ben ik met een podcast bezig. En dat kadert eigenlijk in van alles en nog wat. En dat heet Teveelzucht. Omdat ik ook vind dat onze focus zou moeten liggen op genoeg. Dus je hebt te weinig, genoeg, te veel. En nu zit de focus op te veel. Er is genoeg voor iedereen, bij wijze van spreken. Onze planeet zou het ook aankunnen van voor iedereen de basisbehoeften te vervullen. Maar die teveelzucht, die hebzucht, daar is onze planeet niet rijk genoeg voor. Snap je wat ik wil zeggen? Absoluut, maar zijn wij dan als mensen te arm van geest om dat te beteugelen? Die veelzucht? Het heeft allemaal met evolutie te maken, hè? Ik denk dat vroeger waren we verzamelaars. Hè? En we zijn blijven verzamelen. En altijd maar meer en meer aan het verzamelen. Op een gegeven moment, allez, wat ik zie nu, is financiële obesitas. Je hebt een minderheid die altijd maar kapitaal aan het accumuleren is. Maar ten koste van de meerderheid. Maar de meerderheid is zo overtuigd geraakt van het feit dat we moeten zoveel mogelijk zien voor onszelf. Ook dat weer, hè? Elk individu moet zich zoveel mogelijk verrijken. We zijn zodanig door dat gedachtegoed overtuigd geraakt dat we daar allemaal moeten aan meespelen, dat we niet meer kijken. Als ik bijvoorbeeld zeg, dat is een boutade, maar stel je voor de homo sapiens, de allereerste, moest die nu nog vandaag nog leven en die had alle dagen $2000 opzij gezet, dan had die nu 229 miljard. Dat is ongeveer evenveel als Elon Musk. Ongelooflijk, hè? Kun je je voorstellen, dus in de tijd dat we nog een plat voorhoofd hadden, bij wijze van spreken, 300.000 jaar geleden, elke dag 2.000 opzij zetten, dat wil zeggen 60.000 in de maand. En dan pas zou je aan het fortuin van Elon Musk komen. Als je dat aan mensen vertelt, dan zie ik zo een waas tevoorschijn komen. Mensen hebben daar niet echt een probleem mee. Mijn goede vriend Karel van Eetveld was hier vorig jaar te gast en die zei dat de grote massa dit niet blijft pikken en dat hij voelt dat er een stille revolutie aan de hang is van opstand. Dat het verschil tussen de rijken, die alsmaar rijker worden, en de armen, alleen, of zelfs de middenklasse, die niet meer toekomt eigenlijk, hè, dat toch zal. Ja. Maar mensen hebben niet door dat. Tot wat gaat dit leiden? Hè? Dat de rijkdom van de ene, dat de kosten gaat van iemand anders. Ik bedoel, er is maar een bepaalde geldhoeveelheid. Ons geldsysteem is gebaseerd op schuld. Ja, dat is waar. Het geld wordt met schuld gecreëerd. Dus
om al die schulden terug te betalen, hebben we weer geld nodig, want we moeten ook die interest nog terugbetalen. Dus er moet altijd maar geld bij komen. We hebben nood aan economische groei om aan die schulden te kunnen voldoen. Maar er zijn natuurlijk mensen die meer profiteren. Degenen die aandelen hebben van banken bijvoorbeeld, die gaan profiteren van het feit dat andere mensen hun lening moeten terugbetalen. En zo gaat het geld altijd in dezelfde richting. En op een gegeven moment heb je een economische elite die zo sterk wordt, dat ze dan ook in eerste instantie de pers kunnen onder zich krijgen, ja, 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 en naar hun hand zetten. En dan in tweede fase de politiek, ja, en dan is het om zeep natuurlijk. En dat zien we, er wordt steeds weer aan ons gevraagd om meer bij te dragen of aan ons systeem om te besparen. Maar dat gaat natuurlijk altijd weer te goede komen aan degene die al veel te veel hebben. Maar gegeven het feit, volgens mij, laatste vraag nu, dat dit niet kan blijven duren, hebben de twee grote heren, Einstein en Freud, dan gelijk dat we naar een zelfvernietiging gaan, want dat niet goed meer komt? Wat denkt u daarover? Ik weet niet of je al gehoord hebt van De Onzichtbare Hand van Bas van Bavel. Dat is een boek, nee. En dat gaat over de verschillende verschillende markteconomieën in het verleden. Ja. En die gaan altijd ten onder aan te veel geld dat bij een te kleine elite terechtkomt. Ja. Op een gegeven moment kan dat niet, het kan zo niet blijven duren, want op een gegeven moment kunnen mensen geen huizen meer, dat nu al het geval is in het Westen. Voilà. Ja. Dus op een gegeven moment houdt het op. En dan moet er ergens, ofwel is het oorlog, wat er nu aan het gebeuren is niet toevallig. Ofwel komt er een ander soort crisis, maar het systeem loopt op zijn einde. Eens die concentratie van dat geld te veel bij enkelingen zit, die dan te veel macht krijgen over al de rest. We zijn slaaf. We zijn verslaafd aan geld. Dus we zijn eigenlijk helemaal niet vrij. Die vrije markt is niet vrij. We zijn slaaf van het geld. We zijn verslaafd aan geld, dus we zijn slaven. Slaven van dat systeem. Je bent een verstandig man. Je mag blijven voor de tweet. Okay. En dat gaat over lust. Okay. Over seks. Mm-hmm. Durf je? Mm-hmm. Oké. Okay. Tot straks in het tweede deel van het Eenzame Hartenbureau. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau, waar Coco Junior mijn gast is en die op mijn zes levensvragen al gaat antwoorden. Ik heb er, ging bijna zeggen Valerie, maar Anoushka mij aan. Sorry. Dat was eventjes pestig. Ja. Welkom. Je bent van Woest Winery. Yes, dat is een... Maar Woest Winery maakt ook bier. Ja, zeker. Oh, ik heb er al van gedronken. Ik vind het sublime. Zeg het eens snel. Voor vanavond heb ik onze triple chardonnay. Dat flesje pak je met een stoorn. Dat is een blond biertje met onze chardonnay-druif in vermengd eigenlijk. Dus en waarom? Sorry. Ja, maar ja. Omdat dat lekker is. Ja, oké. Okay. Ja. Omdat het een keer iets anders is. Omdat, we willen ons anders profileren in de markt dan... En ik heb de cava gekregen. Jij bent onze schuimwijn aan het drinken. Van onze wijngaard in Evergem. Ja. Hier in dus Eetjesland. Vlaams allemaal. Ja, allemaal Vlaams. Allemaal Vlaams ding. We gaan er eens van proeven, terwijl het erbij staat. En dan, jij, gezondheid. We kijken elkaar zo. Gezondheid. Ja, is dat moeilijk om door te priemen natuurlijk. Ik zal even kijken. Dat is niet mis, hè? Lekker. Is het de pruimen? Ja. Dus de pruimen is veel gezegd. En nu gaan we naar de vragen van over seksualiteit. Zeer lekker. Ja. Oké, dit programma kan dus toch niet op canvas. Kitchener, tweede vraag. Mm-hmm. Het is een alweer een IJzona-Freudiaanse vraag. Okay. Maar ik heb het woord seks niet gebruikt, maar wel lust. Mm-hmm. Omdat lust volgens Freud de drijfveer is van alle leven. Mm-hmm. Met oké, ça va. Maar praat ook maar gerust over jouw seksueel leven. Okay. Geen enkel probleem. Is lust een seksualiteit... een opbouwende factor geweest in jouw leven tot dusver? Of een soms storende negatieve factor? Maar ik denk sowieso wel... Je hebt ook mensen die achter hun pik achterna lopen of achter hun dingen. Hè? Ik heb nu een grote weetlust. Dus, en op een gegeven moment
Ik had gedacht dat dat nooit ging gebeuren. Een weetlust? Een weetlust. Ik wil zoveel mogelijk weten. Oh, dat stadium. Ja. Dus voor het eerst kan ik me zo inbeelden wat dat moest zijn om als asceet op een berg te gaan zitten en te studeren en te contempleren. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat dat vroeger eerder in de andere richting ging. Maar altijd met de bedoeling van te verbinden. Niet zo puur om het fysieke, maar wel zo om het intens beleven. Ja. Dus, allee, ik denk dat... Ja, ik, ook omdat dat... Ik ga me eventjes in de rol van therapeut zetten. Het is altijd een inspiratie... Een inspiratiebron geweest, sowieso. Als het echt goed gaat, dat vermengen, dat samenkomen, hè, dat intens verbinden, dan is dat ongelooflijk qua inspiratiebron enerzijds en ook qua energie. Iedere keer als ik zo het gevoel had van oké, we hebben op die wolk gezeten, dan kon ik daar toch een tijdje echt ik kan me daar wel energetisch iets mee doen. In mijn eigen leven ook wel iets in... bij voorstellen. Dus het gaat niet louter om dat vleeselijke, maar eerder om die... Ik vind het ook, als ik een vrouw dan begeer, dan gaat het ook over het feit dat ze ook wel iets te vertellen heeft, dat we intellectueel ook kunnen blijven. Ja. Dus het is een combinatie van alles en nog wat. Eerder sensueel dan seksueel, denk ik. Als daar een duidelijk verschil tussen is, tussen die twee. Ja. Maar het is natuurlijk, als we teruggaan in de evolutie, is dat redelijk duidelijk. Waarom zijn we hier? Om ervoor te zorgen dat ons soort bestendigd wordt. Ja. En wat is dat dan belangrijk? En wat zijn de dingen waar we kunnen van genieten? Weet je, moest seks niet lekker zijn, we zouden het niet doen, want eigenlijk is dat maar een raar gegeven, hè, op zich. Ja. Moest eten niet lekker zijn, we zouden er waarschijnlijk te weinig naar op zoek gaan en we zouden ook niet overleven. Dus uiteindelijk is het redelijk logisch dat mensen die basale driften hebben. Ja. En ik heb er, laten we zeggen dat ik er gebruik van gemaakt heb. Ja. Nu de lust naar... Freud zei, Sigmund Freud zei dat we heel veel sublimeren om niet altijd maar te eten seksen en te seksen. Er moet een rem op staan ook op een gegeven moment. Er moet een zekere rem op staan. Hoe heb jij jouw lust gesublimeerd in de kunst? Kan jij intens van genieten en meer mens worden? En meer mens worden. Sowieso. Het feit dat je op een podium staat en dan... voor mij moet je genereus zijn. Hè? Je moet een gever zijn als performer. Anders kan je die verbinding niet maken met je publiek. En die wisselwerking geeft natuurlijk ook een bepaalde energie. Vandaar dat het moeilijk is om na een optreden bijvoorbeeld... direct te gaan slapen, want je zit op een soort van high. Ja, die adrenaline is... Adrenaline is iets ongelooflijks. Je kan moe naar een optreden vertrekken, bijna in slaap vallen in de auto. Dat zou kunnen gebeuren, maar terugrijden en in slaap vallen, dat is onmogelijk. Omwille van die adrenaline die nog aanwezig is. Dus er zijn genoeg uitlaatkleppen en ik kan ongelooflijk genieten van schoonheid. Van alles wat mooi is. Natuur bijvoorbeeld, maar zelfs schoonheid in nummers, in allerlei dingen die mij op de een of andere manier prikkelen. Dus er zijn genoeg prikkels om het niet altijd over hetzelfde te moeten hebben. Jij wordt er nu 60 of je bent er 60? Ik word 60 dit jaar. Ja. Dit jaar. Ik heb nog even te gaan. Vind je het niet jammer dat het, nu je dat allemaal weet, dat je misschien ook hebt leren genieten, dat je... Ik denk altijd dat je toch een zeker evenwicht vindt als je wat oud wordt. Dat het dan verkort ook? Om dan langzaam over te glijden naar de volgende vraag straks. Natuurlijk. Sowieso. Dat is het enige spijtige. Allee, ik wil gerust plaatsmaken voor anderen. Hè? Maar er is nog heel veel te weten te komen. En ik wil nog heel veel dingen ervaren. Ben zeker nog niet, mijn leven is nog niet voltooid, laat het zo zeggen. En moest ik kunnen terugkeren? Neem nu met de wijsheid van maar nu... Dat zegt iedereen dan. Op mijn 40ste kunnen een aantal beslissingen nemen. Dan zou het waarschijnlijk... Ik zou hetzelfde blijven doen, maar ik zou het op een andere manier aanpakken dan waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. Straks gaan we dus praten over de zekere dood van Coco Junior. En ik heb hem ook gezegd,
meneer Coco Junior, je kan nooit weten dat je morgen aan het lunchen bent en dat je kop in een bord soep valt. Kan geen soep en dat meer dit fragment nu het laatste is wat je gezegd hebt over de dood. Dus weet wat je zegt. Tot straks in het derde deel van het Eenzame Hartenbureau. Het Eenzame Hartenbureau was niet mogelijk zonder deze partners. Woest Winery. Passie, proef je. The Baby Cries. Website marketing. Branding, reclame. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau. En ik heb nieuws. Kid Coco moet ooit dood. Een zekere dood. Mm-hmm. Dat weet jij ook. Ik moet ook dood. Iedereen die hier nu in de studio aanwezig is, moet dood. Eerste vraagje. Kan je daarmee leven met de dood? Ja, absoluut. Of je moet wel? Ja, absoluut. Ik heb nu al het gevoel dat ik... I'm living on borrowed time. Oh ja? Heel veel van mijn grote helden... en ook zelfs een aantal collega's... die zijn veel vroeger gestorven. Ik denk nu bijvoorbeeld aan David Bowie. Bowie was wel al 70, hè, maar... Ja. Kijk, Prince was 57. Ja, ja, ja. Marley, een van mijn grote helden... op zijn 36ste. Oh. Maar zoveel wijsheid en al zo vroeg dan moeten sterven, dat is wel zonde natuurlijk. Dus allee, ik heb nu het gevoel van oké, ik wil natuurlijk... Ik heb nog heel veel te leren en ik zou nog heel veel willen zien en gewaar worden. Dus het mag nog wel even blijven duren. Maar... Paula Semer, die nu langs overleden is, dan 92 jaar leeftijd, vond het... Dat was een goede vriendin van mij. Mm-hmm. Die vond het een absoluut onrecht dat een mens moest sterven. Voel jij het eerder aan als een natuurlijk gegeven of als een onrecht? Dus van, ik wil er wel blijven, ja, om te kunnen kiezen. Ik wil... Zou je kiezen trouwens voor een eeuwig leven? Nee, denk het niet. Je hebt ook zo mensen die willen... Waarom willen wij per se naar de ruimte? En je hebt ook mensen die daar een nieuwe nederzetting willen... Waarom kunnen we ons probleem hier niet oplossen, eerder dan waarom zou je niet kiezen voor een eeuwig leven, mocht je die kans krijgen? Het klinkt raar, maar om anderen een kans te geven. Want je weet dat onze wereld is beperkt. Hè? We zijn al veel te greedy. Hè? Dus als we dan ook nog zeggen, oké, wij willen eeuwig leven, ja, dat wil zeggen dat je andere mensen de kans niet zou geven. Dat is misschien iets te altruïstisch, maar tegelijkertijd heb ik ook geen zin om af te takelen, om dan vooral anderen te lasten te zijn. Zo weet je? Ik heb zoiets van, zolang dat allemaal op deze manier kan, wil ik het zo lang mogelijk bestendigen. Want een keer dat een last wordt voor anderen, vind ik oké, dan is het ook tijd om ook ruimte te geven. Ik vind ook de waardigheid van overlijden wel belangrijk in die zin. Je weet dat ik 10 jaar voor de VRT heb gewerkt. En er was daar een directeur die ik enorm waardeerde. En die is op in dit 50, tijdens een lunch trouwens, want ik ben altijd... er was soep en die is gewoon met zijn hoofd in die soep gevallen. En dat vind ik dan zo onwaardig voor een mens die zoveel... Ik vind de waardigheid ook wel belangrijk. Maar langs de andere kant is dat niet zo'n korte dood? Is dat dan ook... Het licht gaat uit en ja, heeft niet afgezien? Ja, mijn grootvader is met zijn fiets in de gracht gereden. Hartaderbreuk. Het heeft misschien een paar minuten geduurd en het was gepasseerd. Mm-hmm. Maar dat dus vind ik dan ook wel... Alhoewel, ja. Moest het oneindig zijn, dan zouden we misschien... ook lui worden op de een of andere manier. Hè? Of minder geneigd zijn. De druk moet erop zitten. Ja, een soort van drang toch om nog... van alles en nog een soort van motivatie. Je weet dat het eindig is, dus je wilt dan ook... zo goed mogelijk... dit leven zo goed mogelijk leiden. Nu dat ik met jou praat... Hè, en nu dat je voor 30 minuten in mijn handen zit als patiënt... Okay. Ik verwacht eigenlijk nog wel wat van jou... Ik heb ook altijd nog het idee... Ik wat, nog een wat ga je het... nog... Wat zit er in jouw koker om... Nog echt de patat. Boom. De wereld is stilgevallen. Voor de dood. Hè? Ja, de wereld is stilgevallen met die COVID-crisis. Hè? En zeker wij als artiesten. Ja. We mochten niet meer spelen. Dat weet ik veel. En dan ben ik echt zo... Niet voor het eerst, maar echt mij gaan verdiepen in...
in de levensvragen en hoe komt dat we in deze situaties terechtkomen en hoe komt het dat mensen niet meer overeenkomen, dat die polarisatie altijd maar groter wordt. En weet ik, van waar komt die polarisatie aan zich al? En ik ben tot een aantal inzichten gekomen. Het zijn geen meningen, hè? Er is een verschil tussen een inzicht en een mening. En die zou ik wel graag met de wereld delen. En als ik ergens een klein steentje kan verleggen, dan zou dat natuurlijk heel welkom zijn, maar dat is niet de uiteindelijke betrachting. Het is gewoon van, ik heb die kans gehad om mij te verdiepen en ik wil er nu ook wel iets mee doen. Boeiend. Ja. Doen. Oh, dat is mijn bedoeling. Ja. Als je nu morgen sterft, dan gaan we dit uitzenden. Oké, dat is een goed idee. Okay. Spijtig dat ik het dan zelf niet ga kunnen zien. Ja, niet kunnen zien. Goed zo. Te zijn natuurlijk. Op naar de volgende vraag, gezondheid. Dag. Welkom terug in het laatste deel van het Eenzame Hartenbureau, waar ik een x-aantal, het zijn er nu maar 5, levensvragen stel aan een voorname, imminente gast. En vanavond is dat Kit Coco. Ja. Kan me een keer goed zetten, hè? Ja. Maar ja, weet je, ik zeg dat niet vaak, ik zeg dat eigenlijk nooit, maar je verrast mij. Oké. Okay. Positief, hè? Dat doet mij plezier. Ja, je wauw. Ik heb nog gedacht van een strek rond mijn... Wel, ja, ik ken jou als optreden, als performer. Mm-hmm. Maar ik had jou nooit ontmoet als intellectueel. En nu, je bent... Dat toch eens kwijt, hè? Het heeft veel met perceptie te maken, hè? Ja. Ik ben wel met een bepaalde bedoeling... Ja. De kant van de Dinkytoys opgegaan, omdat ik wil niet voor eigen parochie preken, want dat heeft geen zin. Die mensen zijn al overtuigd. Ja. Maar ik kijk niet neer op mensen, ik kijk ook niet op naar iemand. Weet je? Ja. Ik ben redelijk geleveld, maar ik heb wel minachting voor mensen die neerkijken op andere mensen. Dus die superioriteitsgevoel is altijd, wat dat mij betreft, altijd een plaats. Dat is vreselijk, hè? En je hebt er zo, hè? Heel veel. Ja. Maar jij zit hier en zo hebben we je ook uit. Omdat jij een uitstekende performer bent. Hè? Mm-hmm. En dan zeg je, oké, laat deze maar komen. Want die kan toch wel wat. Hè? Ja? Dus dat is een icoon. Hè? Ja. Want dat is ook wel zo. Hè? Ja. Maar kijk, er is nog iets bijgekomen. En ik ben blij dat dit programma daar kan... aan Petra. Oh ja. Ik vind dat ik vooral genoeg gezegd heb nu. Okay. Ik ga naar mijn vraag. Ja. Heb u zelf een... Heb u naast een even lief als uzelf? Dat bestaat al veel langer dan... dan het in de Bijbel staat. Hè? Dat is een heel oud gezegde die al duizenden en duizenden jaren bestaat. Hm. Als je eens echt goed nadenkt over die uitdrukking... Een ander mens even graag zien als jouzelf, is dat eigenlijk mogelijk? Hè? Wat mij betreft wel. Maar als je dan kijkt hoe het vandaag allemaal draait, eigenlijk zijn we. Maar nu moet je even concreet zijn. Als menselijke soort. Wie zie jij even graag als jezelf? Van mijn kinderen, om maar iets te zeggen. Ik wist bij IJzerna zeker dat dit de doorsteek zou zijn. Dat kan ik dan wel geloven. Mm-hmm. Ik kan bijvoorbeeld geloven als jouw kind kanker heeft... Dat kan ik me niet voorstellen. Dat je zegt van, geef het maar aan mij. Zal ik het wel doormaken. Snap je? Mm-hmm. Dat kan ik begrijpen. Maar eigenlijk zijn we als menselijke soort... worden wij altruïstisch geboren. Maar we zitten nu in een systeem dat individualisme promoot. Ja. Maar eigenlijk... we hebben een aantal... voordeel ten opzichte van andere levende wezens. We hebben zelfbewustzijn, bijvoorbeeld. Dus wij zouden veel meer kunnen doen. We zijn ook de enige soort die onszelf bedreigt en de planeet bedreigt. Ja. Weet je, en tegelijkertijd zijn wij ook de enige die daar een oplossing kunnen voor vinden. Ja. Dus we kunnen het probleem oplossen, maar we doen altijd tegenovergestelde. Dus we zijn eigenlijk altruïstisch geboren, maar nu worden we bijna opgevoed om egoïstisch en egocentrisch te zijn. Mm. Dus het is tegennatuurlijk en ik denk dat veel mensen dat beginnen te voelen ook. Dat we niet goed bezig zijn, gewoon we zijn tegen onze natuur bezig. We zouden elkaar moeten helpen. Weet je, mijn filosofie is altijd, als iedereen het goed heeft, automatisch heb ik het dan ook goed. En nu zitten we in een systeem dat promoot dat als ik het maar goed heb, de rest moet maar zijn plan trekken. Mm-hmm. Snap je? Dus dan is het ook moeilijk om
je naaste lief te hebben als je vooral voor jezelf moet zorgen. Mensen hebben ook te weinig tijd, denk ik, om nog met zichzelf te kunnen bezig zijn. Voor mij een heel belangrijke is... Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Maar dat is ook bijna noodzakelijk om iemand anders graag te kunnen zien. Weet je, toen je dat zei, nu het laatste... Ik kreeg elk jaar het rapport van professor Porsky. Mm-hmm. Zij is baas van het Centrum voor Suïcidaal Gedrag in Vlaanderen. Mm-hmm. En het is ietsje verlaagd, maar we zitten nog rond de 1000 mensen per jaar. En wat heel opmerkelijk is, is dat in West-Vlaanderen de meeste mensen het zelfmoord stappen. En dus ook de meest productieve, mm-hmm. ook de meest productieve provincie. Dat er een correlatie zou kunnen zijn. Wel, je zei van, we hebben geen tijd voor om met onszelf bezig te zijn, om aan zelfreflectie te doen. Ja, mensen doen anders dan werken. Ken je Dabrowski? De bewustzijnsniveaus van Dabrowski? Ja. Dus eigenlijk, de meeste mensen zitten in het eerste niveau. Dat wil zeggen, frette poepen, tja-tja-tja. Zorg dat er een dak boven je hoofd is. Overleven eigenlijk. Ja. Een keer dat het begint... Uzelf in vraag te stellen, want het gaat over positieve desintegratie, dus weggaan uit die groep, ja. Dat doet pijn. Weet je, dat zijn depressies, dat zijn conflicten met jezelf. En misschien heeft dat ook wel een oorzaak. Hè, dat mensen in die conflictsituatie terechtkomen en daar geen uitkomst meer uitzien. Terwijl eigenlijk het volgende niveau een verbetering is. Hè, je komt op een bewustzijnsniveau waar je kunt afstand nemen van de meest basale dingen. Ja. Ik moet u zeggen, als ik dit mag vertellen, zit ik nu te denken in mijn eigen programma. Maar goed, dat mag wel eventjes. Aan mijn 40ste heb ik ik heb altijd in hele mooie, chique appartementen gewoond. Mm-hmm. Aan het Zuidpark. Je kent dat, hè, in Gent. Okay. Je bent zelf een Gentenaar geweest. En ik heb in depressie al mijn geld verloren, alles erop en eraan. Ik had zelfs niks meer, geen rijk sociale zekerheid meer. Je kent dat volledig aan de grond. Hè? Ja. Ben daar terug uitgekropen. En nu woon ik in een bescheiden, maar leuk woningske in Ronse. Hè? Het is meer dan genoeg. Dus je hebt afstand kunnen nemen van het materiële eigenlijk. Ja. Oh, dit tapijtje... Komt uit mijn huis, okay. Onder andere. Ja. Schuin. Ja. Het is allemaal rode tapijtjes. Het is een half bordeeltje, mijn huis. Okay. Maar het is gezellig. Een half bordeeltje. Je kunt er ook maar ten helft je plezier vinden. Precies. Ja, ik zal jou eens uitnodigen. Willen we daarop afsluiten? Goed. Makker, ik ben blij dat ik jou hebt mogen interviewen. En dat ik jou verstandige woorden hebt. Het was een zeer aangename ervaring. Santé. Santé, hè. Tot volgende week. Dag. Het eenzame hartenbureau was niet mogelijk zonder deze partners. De kracht van Propolis. Met Soriabel, Delrurent, verhuur auto's, bestel en vrachtwagens.